Het gaat vriezen. En dan gaat het schaatshart van de Nederlander veel sneller kloppen. En dan verwachten de winkeliers een run op schaatsen. En dat betekent alle hens... Ja, als ik de weersverwachtingen mag geloven, dan gaat het inderdaad vriezen, ja. Leuk. En dan voordat jij, of eigenlijk tussen jouw twee belangrijkste wedstrijden in? Ja, maar ik ga echt niet tussen... Kijk, zolang er geen Elfstedentocht komt, dan ga ik me nog niet op een natuurreis begeven. Want er zijn eerst ook andere wedstrijden op kunstreis die even belangrijker zijn nu. Ik heb gisteren toevallig... op YouTube kun je tegenwoordig alles zien. Dus ik heb alle aankomsten van de afgelopen vier Elfstedentochten heb ik op YouTube bekeken. En ik heb nog allerlei andere filmpjes over de Elfstedentocht bekeken. En dat is echt geweldig. Dus ik, ja, bij mij begint het begint wel te kriebelen. Dat is gewoon leuk. Dat is gewoon de schaatssport. Hè? Als het echt gaat vriezen en iedereen kan weer op natuurreis staan. Dat zou gewoon geweldig zijn. Het zou geweldig zijn voor iedereen. Dat iedereen weer rondom oud en nieuw op natuurreis kan schaatsen. En dan is het met koek en zoopie? Ja, dat hoort erbij. Hè? Gevulde koek en warme chocolademelk. Mm-hmm. Rondom een lekkere warme kachel als je eventjes klaar bent met schaatsen. Nou, dat is natuurlijk wel het ideale winterbeeld. Geef je dat je kinderen ook mee? Ik heb net toevallig een paar schaatsen gekocht weer. Botjes? Dubbele ijzertjes en easy gliders. Dus ze kunnen gaan schaatsen. Even iets heel anders, hè? Want als ik nou naar het water kijk, weet je eigenlijk hoe dik het ijs moet zijn om een Elfstedentocht te schaatsen? Oh, dan moet het wel behoorlijk dik zijn. Voor mij heb je toch een centimeter of 10, 12 nodig. Het gaat om het idee, de Elfstedentocht. Het gevoel van dat het zeldzaam is en dat heel Nederland op zijn kop staat. Dat het echt de meest heldhaftige tocht die er maar bestaat. En de meest barre weersomstandigheden. Je kunt er niet op trainen, er zullen ongelukken gebeuren. En degene die wint, ja, heeft geluk, maar is ook uiteindelijk de echte en terechte en geweldige winnaar. Zien we jou ooit nog als winnaar? Nou, dat lijkt me heel onwaarschijnlijk, maar ik droom er wel van.